Dames en heren, welkom bij Actua van woensdag 30 januari. Met een deel van de jongeren in IJsseland gaat het niet goed. Van een ongezonde levensstijl tot aan depressiviteit. Vandaag gaan we praten over problemen die vandaag de dag spelen bij de jongeren. Ik zei het al, problemen onder jongeren. Bij mij aan tafel twee gasten. Allereerst Marlise Evers. Zij is of u bent of jij bent, wat mag jij, ik zeggen? Alsjeblieft, jij. Ja. Jij bent preventiemedewerker bij de GGD IJsseland. En Ellie Visser, jij bent student, doet op dit moment toegepaste psychologie. En hebt in het verleden ook wat problemen gehad waar we het later nog over zullen hebben. Klopt. Om even bij jou te beginnen, Marlise. In 2011 heeft de GGD een jongerenmonitor gehouden. Ja. En uit de analyse blijkt dat 17% van de ondervraagde jongeren niet lekker in zijn vel zit. Mm-hmm. Dan vraag ik me direct af, wat is niet lekker in je vel zitten? Ja. Ik wil even goed benadrukken dat het niet goed is om dan ook te denken dat die 17% ook te kampen hebben met depressiviteit. Mm. Want dat is niet het geval. Jongeren mochten zelf aangeven in de lijst hoe zij zich voelen. En 17% gaf zelf aan niet lekker in zijn vel te zitten. Nu zijn er natuurlijk, is het wel iets concreter gemeten en is het iets concreter onderzocht. En niet lekker in je vel. Het is inderdaad niet depressief, maar zijn snel zenuwachtig, zijn niet weerbaar. Nou, dat is eigenlijk wat we vooral bedoelen bij niet lekker in het vel zitten. Snel over je grenzen heen laten gaan. Mm-hmm. Hè? Ja. Maar is dat geen kenmerk van de jeugd? Ik bedoel, snel zenuwachtig worden enzovoorts. Ik bedoel, ik had het vroeger ook. En ik bestempelde het zelf niet als niet lekker in mijn vel zitten. Ja, inderdaad. Je kunt eraan denken dat het inderdaad voor een heel groot deel komt omdat het hoort bij puberteit, hè, bij een leeftijd. Alleen is er inderdaad een klein percentage van die groep geeft aan toch wel dat het echt wat minder gaat, zeg maar. Hè? Dus dat ze ook echt psychisch wat ongezonder zijn. En wat we ook hebben gedaan is 17% geeft aan dat hij niet lekker in zijn vel zit. En dan hebben we gekeken of dat misschien ook matcht met andere ongezonde gedragingen die we hebben gemeten. En daarin zagen we best wel veel overeenkomsten. Dus wat we dan kunnen concluderen is jongeren die aangeven dat ze wat niet lekker in hun vel zitten, dat die bijvoorbeeld ook meer alcohol gebruiken of schoolverzuim misschien wel. Schoolverzuim of meer risico's nemen op seksueel vlak. Mm-hmm. Hè, dus dat zijn wel overeenkomsten. En dat is waar wij als GGD aandacht voor willen vragen. En voor de goede orde, 2011 is die jeugdmonitor geweest. Die is eens in de 4 jaar, toch? Ja. De gemeente geeft ons de opdracht voor. We willen dan weten van hoe gaat het met onze jongeren qua gezondheid. En dan doen we eens in de 4 jaar een monitor. Ja. Ja. Ellie, jij hebt ook een periode gehad dat je niet lekker in je vel zit. Zou je daar misschien wat over kunnen vertellen? Ja, het was ook al zenuwachtigheid en zo. Mm-hmm. Dus dat hoort ook al inderdaad bij jongeren. Maar bij mij was het wel dat ik er echt last van had. En dat ik me steeds meer ging terugtrekken. Dus dan merk je wel dat er toch iets meer aan de hand is dan. Maar je zegt van, ik was zenuwachtig. Maar ik neem aan dat je toen ook vriendinnen had. Die waren denk ik ook wel zenuwachtig. Waarom dacht jij daarvan, ja, het gaat niet echt lekker? Nou, op een gegeven moment ging ik me van mijn vriendinnen afsluiten. En ja, toch wel meer jezelf terugtrekken. Ik heb heel veel aan school gewerkt gewoon. Omdat ik te bang was dat ik onvoldoende zou halen, terwijl dat helemaal niet het geval was. Mm-hmm. Dus toch echt je op één ding gaan richten en de rest van de wereld afsluiten. Kon je, want op het moment, je hebt dat zelf door dan, dat je je afsluit, denk ik. Hoe moeilijk is het dan om dan over te gaan praten? Want dat lijkt me heel lastig, dat lijkt me een hele stap. Ja, voor mij was het op een gegeven moment, want ik had wel door dat het zo niet langer kon gaan. Maar ja, dan denk je van, ja, burn-out of zo, dat is echt iets voor volwassen mensen. Ja. Dat heb ik vast niet, dus dan ga je toch maar door en ja. Nee, ik heb het niet echt zelf aangegeven, nee. Maar heb je ook met je ouders over gesproken of hield je het echt voor jezelf? Ik heb het wel besproken, maar dan is het toch van, het hoort er wel een beetje bij en ja. Niet echt herkennen dat ze zeiden van, oké, dit is goed mis en we gaan nu... Nee. En is dat herkenbaar, Marlies? Nou ja, goed, we hebben het inderdaad onderzocht. We hebben de cijfers van deze jongeren. We zijn geen hulpverlener, dus dat is even op de eerste plaats. Maar inderdaad, ik werk zelf heel veel met jongeren. En dan hoor ik inderdaad vaak dat bijvoorbeeld het echt vertellen, het echt gaan praten, dat dat een enorme drempel kan zijn voor jongeren. En waar ligt dat aan, die drempel? Is dat ook een stuk sociale druk van andere jongeren? Of is dat echt iets wat je met jezelf moet...
Nou ja, goed. Misschien is dat een mooie vraag voor jou om te beantwoorden. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat, dat je wil gewoon niet afwijken. Je wil graag dat het alles normaal is. Hè? En ja, eigenlijk moet je voor jezelf toegeven dat het niet helemaal is zoals, het, zoals je het zou willen. Ja. Hè? Dus dat het anders is. En ik denk dat dat al iets is wat je eerst zelf moet accepteren. Klopt dat? Ja, je moet eerst zelf accepteren. En ook op een gegeven moment dan denk je, ja, dan hoor je wel van mensen om je heen van het gaat niet lekker met je. Maar ja, dat ga je niet van, ja, dat klopt of zo. Dat ben je toch sociaal wenselijk van nee, het gaat wel goed. En je wil het eigenlijk. Je wil gewoon vrolijk en gezellig meedoen. Ja. Wat heb je daar gedaan? Want op een gegeven moment ga je wel gesprekken voeren. En merk je toen ook direct al van oké, er is dus wel iets met me aan de hand. In welke vorm dan ook. Had je direct door van dit gaat werken. Dit helpt mij om door te gaan met mijn leven misschien wel? Nee, ik denk dat het bij mij al te lang had geduurd voordat ik echt ging praten. Mm-hmm. Dus. Maar wat is te lang geduurd? Hebben we het dan over maanden of hebben we het dan wel over jaren misschien? Meerdere jaren denk ik al. Zo. Ja. En wat heb je er toen aan gedaan? Want die gesprekken, was dat genoeg voor je? En kon je toen een beetje uit het dal klimmen? Of moest je echt er wel meer aan doen om er weer bovenop te komen? Nee, bij mij is tot een opname gekomen. En ik had ook een eetstoornis, dus dat is allemaal een beetje snel gegaan. Mm-hmm. En dan is het wel echt medicatie ook geweest en therapieën om er weer bovenop te komen en sterker in je schoenen te gaan staan. Ja. En als we het dan hebben over het gezinsleven, hoe kijk je ouders dan tegenaan? Denken die dan op een gegeven moment ook van, dat was dus wel echt. Ja, die hebben het achteraf gezien wel eerder gezien, maar die wisten niet wat ze daar moesten doen. En ja, die dachten ook van, het hoort een beetje bij haar, ze is perfectionistisch, ze is onzeker. Ja, dan ga je ook niet te snel zeggen van, het is niet goed met haar. Nee. Was het ook makkelijk om hulp te vinden? Kon je makkelijk bepaalde instanties bellen? Of vond je dat ook lastig om te denken van, ik moet daar naartoe, ik moet die bellen? Ja, ik zelf kon het niet. Mm-hmm. En uiteindelijk mijn ouders, via de huisarts en zo, wordt het wel goed begeleid. Dus op zich is dat wel te doen. En nu? Hoe sta je er nu voor? Ja, redelijk. Ja? Ja, het gaat goed met school en ik neem steeds meer activiteiten. Dus ja, je sluit jezelf ook minder af. Ja. En je zit hier, wat ik ook heel knap vind, dat wil ik toch even gezegd hebben. Absoluut. Dat vind ik echt heel knap. Is jouw studiekeuze ook bewuste keuze geweest? Het was altijd al wel dat ik psychologie wou doen. Dus het is wel nu dat het wat meer me aanspreekt en dat ik meer ervaring al mee heb dan. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja. En leer je nou ook, want je hebt zelf natuurlijk die gesprekken gehad. En nu lees je de materie, de theorie die de mensen gebruiken. Merk je dat ook? Dat je denkt, dit is herkenbaar. Ja. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja, heel erg. Ja. Ja? Kun je daar een voorbeeld van noemen zo? Dat je denkt van, dat is wel heel. Ja, gewoon de gesprekstechnieken. Dat je toch merkt, van dit zijn de standaard zinnetjes die ze inderdaad gebruikt hebben. En dat je het herkent. Ja, en dat ik ook merk dat het makkelijker is om die zinnetjes zelf ook te gebruiken. Omdat je ze zelf al meegemaakt hebt. Dus ja. Wat ik trouwens ook al in het rapport las van die monitor, is dat beeldschermgebruik. Dat is een heel vaag taalgebruik, vond ik zelf. Ja, heel breed. Daar moet ik me voorstellen, computer, televisie kijken enzovoorts, denk ik. Ja, wat hoort er inderdaad van bij beeldschermgebruik? Denk eens aan alle telefoons en dergelijke. Ja, dat is. Wat er uitkwam uit de monitor, is dat het heel erg opvallend was dat de jongeren die minder in hun vel zitten, dat die beduidend meer televisie kijken of beeldschermen gebruiken, hè? Dus achter de computer zitten of dat is iets wat opvallend was. Ja. Maar wat mij ook opviel, dat is dan mijn persoonlijke mening, dat meisjes meer last hebben van beeldschermgebruik, of last hoe je het ook wil noemen, dan jongens. Nou, dat is en niet daarna kwam er een voetnoot waarin stond, maar dat is misschien niet zo, want meisjes praten er makkelijker over of als ze problemen hebben. En het heeft niet per se betrekking tot het beeldschermgebruik alleen, maar meer uit de monitor kwam dat meer meisjes aangeven dat ze niet lekker in hun vel zitten. Ja. En hoe zou dat komen? Klopt het dan dat er meer meisjes in Nederland zijn die zich niet goed in hun vel? Of, of is dat niet zo? Zijn het meer jongens? Meisjes vullen zo'n test natuurlijk. Het is een schriftelijke test online op internet. Hè? Dat is iets die anoniem moet aanklikken. En meisjes zijn daarin wel eerlijker, zeg maar. Hè? Die jongens willen ook niet zo gaan zichzelf toegeven wanneer het misschien niet goed gaat. En zullen dat misschien ook op andere manieren gaan uiten. Bijvoorbeeld door
alcohol te gaan drinken. Of, hè? En meisjes kunnen wat dat betreft iets beter reflecteren. En denken van, hey, wacht even, misschien gaat het wel niet zo goed met me. Hè, dus dat is, is het echt zo? Of, nou, het komt in ieder geval uit de test. Het komt uit de test. Uit de monitor. Maar kun je daar misschien ook daaruit concluderen dat meisjes makkelijker praten over hun problemen? Of misschien iets opener of eerlijker zijn? Is dat een conclusie die je kunt trekken? Of is dat ook te voelbaardig? Nou, dat is wel wat wij eruit concluderen, inderdaad. Okay. Ja. En zo'n monitor, want je zei het al inderdaad, de gemeente geeft een opdracht om het in kaart te brengen. Helpt zo'n monitor ook echt? Doet de gemeente daar wat mee en dan zegt van, ja, uit de test is naar voren gekomen dit en dit, dus we moeten daar. Ja, dit is een leidraad voor de komende 4 jaar, hoe preventieactiviteiten zullen worden ingekleed, zeg maar, hè. Als ik even naar mijn eigen vakgebied kijk, ik doe heel veel preventie in seksuele vorming. Nou ja, er is ook één van de onderdelen van de monitor is seksuele gezondheid. Dat is voor mij dan de basis om mijn nieuwe interventies handen en voeten te geven. Omdat ik weet wat speelt hier en dan kan ik daar precies op maat op inspelen. En zo is de monitor ook inzichtelijk voor scholen. En ook voor instellingen zoals Tactus, verslavingszorg en Dimens, maatschappelijk werk. Mm-hmm. En zij weten dan wat speelt er in deze regio. En kunnen daar dan precies toegespitst hun preventieactiviteiten op. En dan, als ik dat allemaal zo hoor en lees en zie. En dan denk ik van, jongeren staan in de kracht van hun leven. Dan zou je zeggen van, daar is niets aan de hand. Ja. Dat gebeurt. Wat jij dat zou mooi zijn. Precies, maar wat jij ook eerder aangaf, van, ja, een burn-out is wat voor de volwassenen, is niet voor ons. Kun je dan zeggen dat het ook onderschat wordt? Dat het misschien ook een probleem is waar niet genoeg of genoeg aandacht voor is? Of waar misschien niet genoeg over gepraat wordt op scholen of waar dan ook? Ja, wij pleiten inderdaad wel voor meer aandacht voor weerbaarheid en de psychosociale toestand van jongeren op scholen. Dat is zeker een van de van de plaatsen waar zoiets heel mooi ingebed zou kunnen worden. Wel een kantnootje, een kanttekening, dat met de meerderheid die staat wel inderdaad echt in de kracht van hun leven. Dus ongeveer 85% van de jongeren waar het heel goed mee gaat, gelukkig. Mm-hmm. Dus dat wel eventjes nog gezegd hebben. Ja, helemaal gelijk. Maar je hebt gelijk. Daar mag meer aandacht voor komen. En hoe kan het dat het niet gedaan wordt, of misschien wel gedaan wordt, maar te weinig gedaan wordt? Ja, er zijn natuurlijk zoveel thema's die belangrijk zijn. Ja. En scholen krijgen, als we nu even het voorbeeld school nemen, krijgen zo'n groot aanbod. En elk thema is heel erg belangrijk. En scholen, ik heb wel eens het idee dat ze een beetje een overkill hebben aan wat ze allemaal moeten. Hè? Ja. Dus, waar kiest de school voor? Dat is natuurlijk ook... Ik zie jou knikken van, overkill. Merk jij dat ook? Dat er de scholen moeten zoveel doen dat misschien dit wel een beetje ondergeschoven kindje is. Dat ze daar niet te veel aandacht aan moeten besteden. Ja, school is al bezig met, voor het middelbare dan met enorm genoeg uren maken. En dan... Want ik neem aan, je ging gewoon naar school toe. Kon je daar ook bij iemand langs gaan waar je mee kon praten? Of was dat, stond het ook heel ver weg en werd daar eigenlijk niet over gesproken? Ja, het kon wel. Uiteindelijk heb ik het ook wel gedaan. Mm-hmm. Maar het was niet uit mijn eerste keus geweest. Ook, nee, daar was ik niet zelf op gekomen ook. Dus. Nee. En nu, je zei het al, je doet toegepaste psychologie. Ja. Wat wil je daarmee gaan doen? Wil je daar ook een speciale... Wil je daar werk van maken en dat je zegt, ik word psycholoog en dan wil ik zulke jongeren gaan helpen? Of zie je dat? Ja, ik wil vooral van kinderen gaan helpen. Maar wel inderdaad die extra begeleiding geven die ik tot misschien af en toe wel gemist heb. Ja. En dat is uit je eigen ervaring, denk je van, oké, dat wil ik nu gaan doen? Ja, deels wel. Okay. We zijn bijna aan het einde. Ik wil toch nog even weten van, wat moet er gebeuren zodat we... dat we het beter onder controle krijgen of beter in kaart brengen. Want zo'n monitor als 1 keer in de 4 jaar is natuurlijk goed, maar is denk ik veel te weinig. Ja, nu is er actie dus. Hè? Dus nu is de periode van actie. En natuurlijk, de verschillende instanties moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.
Maar natuurlijk ook dichter bij huis, hè, kleinschalige ouders. Kunnen al heel veel in de smiezen hebben natuurlijk. Zorg dat er sprake is van warm nest. Zorg dat alles bespreekbaar is. Hè, dat jongeren overal mee bij hun terechtkomen. Dat ze dat ook weten, dat het gevoel er wederzijds is. Bijvoorbeeld over weerbaarheid. Je kunt al redelijk vroeg zien aan je kind. Goh, hè, geeft hij wel heel vaak zijn vriendje de zin? Of, hè? Mm-hmm. Dus nou, dat kunnen ook al... ouders hebben heel veel macht ook hierin. En kunnen hier al... aardig in sturen. Dus tuurlijk de instanties en we gaan er heel hard aan werken. Maar de basis thuis is daar ook een hele mooie... Ja, daar begint het allemaal. Daar begint het allemaal. Ja. Ik zie jou knikken. Ellie, ja. Heb jij nog een tip voor mensen die misschien ooit een keer te kamp krijgen met problemen? Wat ze dan zouden moeten doen? Of... Ja, wees toch open. Uiteindelijk merk je wel dat je niet de enige bent. En dat het toch wel meer hoop is dan dat je zelf kan zien. Dus ja. Was voor jou ook een opluchting toen je het had uitgesproken? Ja, toen ik uiteindelijk... het balletje ging rollen? Kon ik eindelijk zien, want het ligt niet aan mij. Het is toch iets anders. Dus ja, zeker weten. Dat lijkt me een mooie afsluiter. U hoort het. Blijf hoop houden, want er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Dat is een beetje... Bedankt voor het kijken, Actua. Volgende week een nieuwe Actua. Dan is Actua Sport met Erik van Luttikhuizen. En dan zit aan deze tafel Erwin Mulder. Nu nog... de voorzitter van Go Ahead Eagles. Ik kan nu alleen maar zeggen, bedankt voor het kijken. En ik bedank mijn gast ook. Prettige avond. Bedankt. Bedankt. Helemaal goed. Nou, helemaal goed.